Dames en heren, en leuk dat jullie kijken naar Budget Food. En bij deze wil ik ook een keer vragen om te gaan kijken naar Mr. Theme Park Fans, mijn pretpark YouTube kanaal. En daar kun je natuurlijk video's vinden over pretparken of eten in pretparken, dat kan natuurlijk ook. Bij deze, dames en heren, in deze video gaat het over Budget Food. Want zo gaat mijn kanaal, het is niet altijd Budget Food, ik ga daar ook eerlijk in zijn. Maar als het niet Budget Food is, probeer ik het toch zoveel mogelijk budget te houden. Vandaag gaan we, ja, kijk. Niet meteen met de deur in huis vallen. Dit maken. Witloof. Ja, maar niet zomaar witloof. We hebben witloof. We hebben uiteraard de hesp. Dat hebben we ook nog. En wat hebben we ook nog? Ra-ra-ra-ra-ra. Kaas. Yeah. Dames en heren, we gaan witloof met hesp en kaas maken. Witloofrolletjes met hesp en kaas. Is dat moeilijk? Nee. Is dat makkelijk? Beetje. Maar ik ga het jullie uitleggen wat je moet maken. Ja, de meeste mensen hadden het wel kunnen. Maar we gaan er een budgetversie van maken. En ja, eigenlijk een budgetversie van witloof met kaas en hesp. Is niet moeilijk, maar goed, bij deze dames en heren, veel kijkplezier. Ja, dames en heren. Ik heb hier een mega grote witloof. En ik ga er eigenlijk maar eentje klaarmaken. Het is heel groot. Ja, hoe begin je daar eigenlijk aan? Dus, aan dat tonen. Uiteraard neem je een mes. Dat puntje moet weg. Snij je weg. Zo. Haal je de buitenste blaars eraf. Dat is niet lekker, die buitenste. Dus haal je die eraf. Zo. Meer dan dat moet dat niet zijn, hè? Dat is perfect, hè, zo. En wat er ook nog zeer belangrijk is, dat is dit hier. Maar in dit geval gaan we de witloof gewoon in twee snijden. Zo. Voilà. En wat gaan we doen? Want hier gewoon. Ja, dat is hier een beetje bitter, hè, dus. We gaan dat daar gewoon een beetje uithalen. Voilà. Voilà, dames en heren, dat is ons witloof en daarmee gaan we aan de slag. Dan is de vraag, dames en heren, wat doe je met dit? Ik raad eigenlijk altijd aan, je kunt daar een slaatje van maken, of je kunt dat invriezen, of je kunt dat in de soep draaien. Dat je dat invriest, is het ook voor de soep, maar je kunt dat later nog een keer gebruiken. Wil je het een beetje bitter, dan doe je dit erbij. Voilà, bij deze. Lekker. Alright. Mensen, we gaan het witloof een beetje stoven met de hand van deze pan. De pan hier op het vuur. En het is altijd belangrijk dat je een vuur gebruikt die, ja, die past hier op die ring. Dus dat is zeer belangrijk. Want het vuurtje aandoen, niet te hoog, niet te laag. Want die op vier zetten, ideaal. Wacht even. Ja, het is de juiste. Een klein beetje olie in de pot. Niet te veel. Voilà. Wat gaan we nu doen? Ja, eigenlijk iets heel simpels. Wachten totdat de olie klaar is. Ik ga die een klein beetje bakken. Normaal gezien moet je dat eigenlijk niet doen. Bakken is een groot woord. Ik ga die een beetje een aanzet geven tot bakken. Dan ga ik er wat water op doen. Een deksel erop. Het witloof. Dan ga ik het witloof draaien in de hesp. En het water ga ik niet weggooien. Dat ga ik gebruiken om mijn saus te maken. En nu gaan jullie zeggen, ja, bij witloof met kaas en nesporter puree. Ja, ik ga budget maken, want het is budget food. Ik ga daar gewoon gekookte aardappelen bij eten. Gewoon gekookte aardappelen en patatjes schillen, zoals je hier hebt. Zo lekkere patatjes schillen. En stukjes snijden. En eten maar. Dames en heren, ja, hoe zie je nu dat olie warm heeft? Meestal doen ze daar wat water op. Ik ga hier nu gewoon een keer voelen en ik voel dat het een beetje warm is. En dus gaan we daar ons witloof in. Hoor je? Het soest een beetje, dat is goed. Dampkap aanstoppen. Daar is de volgende wel. Oh yeah. Zo, lekker. We gaan die ook een klein beetje kruiden met peper en een beetje zout. Lekker. Ik heb hier gewoon peper en zout die er nog door moeten, dus we gaan niks weggooien bij Budget Food, we gebruiken dat allemaal.
En ik ga gewoon een klein beetje de onderkant bakken. En dan gaan we er wat water op doen, een deksel erop. En het is gepasseerd. Zeer belangrijk is ook dat je er een oven op moet nemen. En dat heb ik. Opletten dat je niet dat kan, want dat is ook niet echt plezant. Kijk eens hier, dit is mijn ovenschotel. Yeah. Dames en heren, het is tijd om er wat water bij te doen. Gaan we nu doen. Gewoon zo mooi onderzetten. Wat water erin. Alright. En een deksel erop uiteraard. Et voilà. Dit wordt het. Ja, dames en heren, onze kaassaus. Ik moet dat eigenlijk niet meer zeggen hoe je dat moet maken, kaassaus. Dat is gewoon, ik doe dat met een klein beetje olie. Je kunt dat ook doen met boter. We gaan daar een mini beetje melk bij doen. Dan gaan we de rest van ons vocht daarbij doen. Want ja, je weet, dames en heren, we hebben maar zo'n klein potje. En we gaan daar ook een beetje kaas bij doen en een beetje kaas erbovenop. En ja, dat is eigenlijk zo goed als klaar. Nootmuskaat heb ik niet, maar ik heb wel andere lekkere kruiden. Dames en heren, als u wil zien wat ik een kaassausje maak, dan gewoon ik in een pasta gerechtje kijken. Altijd interessant en daar kun je eigenlijk identiek hetzelfde zien wat ik nu ga maken. Dus bij deze, dames en heren, het eindresultaat van jullie zo dadelijk te zien krijgen. Alright, kijk eens aan, dames en heren. Dit is hem, ons witloof. Voilà. Dan we daar gewoon zo in leggen. En meer moet dat niet zien. Ik heb hier al een beetje bechamelsaus gemaakt. Wat gaan we nu doen? De rest van dit water, van het witloof daarbij doen. En dan even op het vuur zetten. Ja, die mag weg natuurlijk. Hier in de poenbak. Hopla. Die gaan we nog eventjes op het vuur zetten. Mengen, kaas er doorheen doen. En op het witloof doen. Heerlijk. Het is tijd voor de kaas er wat bij te doen. Zoiets ongeveer, ja. Alright. Lekker, lekker, lekker. Ik ga toch mijn vuur nog een beetje aan. Voilà. Ja. Het is budgetfood, hé. Dames en heren. We gaan de warmte gebruiken van ons vuur. Hey. Oh, ja, dat is wel een goede smeltkast dat. Dat komt van de Aldi. Ze hadden mij verteld dat dat goede was. Ja. Jaren niet meer geweest naar een Aldi, of toch voor wat kleinigheden. En ik moet eerlijk zijn. Ja, ja. Het ziet er echt wel goed uit. Mmm. Kijk. Smelt goed. Dat is het enige wat ik wil. Dat heb ik eigenlijk altijd gemist aan een goede kaassaus. Een kaas die goed smelt. En dat is dus wel het geval zo te zien. Nou goed. Een kaas moet eigenlijk de saus binden en moet eigenlijk ook smelten. Dat vind ik belangrijk aan een kaassausje. Voilà, dames en heren, budgetfood. Heerlijk gewoon, echt waar. De max, echt waar. Budgetfood is de max. We gaan dat afkruiden met peper en zout. Normaal gesproken doe je daar ook nog nootmuskaat bij. Ik heb dat niet. Dus ja. Roeren in de pot. There we go. Dat is hem. Ons kaassausje is klaar. Oh yeah. Prachtig, echt waar. Witloof en kaassaus. Dat lekker smelt. Goeie smeltkaas. Perfecto. Voilà. Dames en heren. Dit is hem dan. En schouw. Witloof met kaas. En asp. En rolletjes. We gaan dit grillen. Zodat we een lekker kortje krijgen. Op deze knop duwen. Deze knop. Dat is grillen en microgolf samen. Dat hebben we niet nodig. En hoe lang gaan we dat doen? Kijk, misschien hek. Een
een minuutje of 8 gaan we beginnen. Yeah. Let's go. Ik heb hier ook al patatjes opgezet. Zie je, hier zijn ze. En die gaan we 25 minuutjes laten koken. Waarom ga ik 8 minuutjes mijn hesperolletjes laten grillen? Wel ja, gewoon heel simpel. Om te zien hoe ver het kortje al is. En we kunnen achteraf gewoon nog een beetje bijwarmen met de microgolf. Allemaal geen probleem. Maar de patatjes, ja, die moeten wel opgewarmd zijn en gekookt zijn en dergelijke. Dus die moeten wel gaar zijn. Ik heb ook al een soepje opgewarmd voor mij. Ja, dat was een soepje dat ik nog in mijn frigo staan heb. Ik heb daar geen video van gemaakt. Maar je kunt het niet weggooien. Dan moet je het gewoon opeten. En dat ga ik nu doen. Smakelijk. Gewoon een preisoepje met salade dat ik nog over had. Had je zien in de vorige video. En ja, een uitje erin. Meer niet. Lekker. Smakelijk. Ondertussen is mijn gerecht klaar. We gaan de patatjes in een potje doen. En we gaan dan een keer kijken naar onze witloofrolletjes. En daar zijn jullie waarschijnlijk wel heel benieuwd naar. Gekookte aardappelen. Hier heb je ze. Heerlijk toch? Dit is mijn eten. Het is niet het resultaat dat ik voor ogen had. Ik ga daar eerlijk in zijn. Ik had eigenlijk gehoopt dat er een bruin kortje ging opkomen. Het is een klein beetje, ja, wat ik het zeggen. Misschien een vetlaagje die erop ligt. Maar dat is niet zo erg. Zie dat het wel een beetje gelukt is. Want hier zie je wel dat het wat gekorst is. En hier is het ook wel wat gekorst. Maar is het aan te raden om dat in de microgolf te doen? Ik denk het niet. Hier is het ook wel een beetje gekorst. Dus uiteindelijk lukt het wel, maar met te weten dat het ongeveer 25 minuutjes erin geweest is, ja, vind ik het wel lang. Maar nu het allerbelangrijkste, de smaak. Ik denk dat jullie wel een beetje benieuwd zijn hoe dit hier allemaal proeft. En terecht ook, dames en heren. Opletten, het is wel warm. Daarom zet ik het ook op een warmtebordje. Zie je? Ja, een warmtebordje. Zo een kurkbordje. Voilà. Ja, gekookte patatten. Moet daar niet veel woorden aan vuil maken. Dat is dit. Gewoon lekker opeten. Nou, heerlijk. Een half uurtje laten koken. Maar nu, le moment suprême. Witloof met kaas en hesp. Here we go. Wow. Lekker. Ja, de saus is wel niet mega dik. Dat is ook normaal. Er zit water in witloof. Dus ja. Moest mijn saus misschien wel een beetje gedikt hebben, wat dikker gemaakt hebben. Maar ja. Daarom maak ik ook deze video. Misschien raar gezegd, door de foto dat ik maak, gaan jullie die niet maken. Wel lekker. Heerlijk gewoon, echt waar. Nou, jullie willen weten wat het witloof is, hè? Ik zie het aan jullie. Kijk. Hier heb je hem. Witloof. Ik ga het even een beetje dichter tonen met de camera. Zie je? Nu ga ik die opeten. Here we go. Dit is witloof. En ik kan jullie geruststellen. Het witloof is beethaar. Ja, wil je het gewoon een beetje harder? Dat kan ook. Moet je het gewoon een beetje langer laten koken in de pan. En dan is het witloof harder. Of kleine witloofjes gebruiken. Ja, ik vind het wel lekker. Met deze, dames en heren, wil ik jullie graag bedanken voor het kijken naar deze budget food video. Vergeet jullie zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Ga zeker ook een keer kijken naar Mr. Theme Park Fans, mijn andere YouTube kanaal. Waar je pretpark video's kunt vinden en natuurlijk ook vlogs van pretparken. En ga mij een keertje volgen op de social media.
Heb je dat nog niet gedaan? Wel ja, dat is geen enkel probleem. Dit is nu je kans. De linkjes vind je in de beschrijving. En mocht je mij nog niet kennen, er staan nog heel veel budgetfood video's op dit YouTube kanaal. Graag tot een volgende keer maar weer. Bedankt voor het kijken. En ja, niet te vergeten. Vind je deze video zelf leuk? Geef een duimpje omhoog, duw op het belletje. En uiteraard mag je ook een reactie nalaten onder deze video. Graag tot de volgende keer maar weer. Dag. Bedankt voor het kijken, dames en heren. Ik ga dit nog smaakvol opeten. En graag tot een volgende keer maar weer. Dag.